Vandaag zijn ze gewoon weer aan het werk bij Bloementelliger Maco. Alsof er niets is gebeurd. Marius, Christophe, Jacob en Thomas. Maar juist een dagelijkse rit op de fiets richting het bedrijf was gisteren de redding voor een man en zijn dochters van 3 jaar en 6 maanden. Na een ongeluk waren ze bij grote broek op de kop in het water beland. De 4 mannen twijfelen geen moment en springen in het water. To było najgorsze. Tak, to właśnie, tak, to mnie przechodziło i to było załamanie, że nie było jak pomóc. Przestały już płakać. Tak, to wtedy to właśnie nie, ręce opadły już załamanie było, bo nie mogliśmy sobie poradzić z tym autem, żeby sami je przewrócić. Het lukt niet gelijk om de auto zo te kantelen dat de slachtoffers kunnen worden gered. Maar met een ultieme krachtsinspanning lukt het de 4 mannen samen met 3 agenten uiteindelijk toch. Die ramen die waren kapot. Ik zag daardoor die ramen en dan zag ik die man met die kinderen. Dan heb ik mij ingeschouwd in de auto, heb ik die eerste kleinste baby gevangen, opgevangen. Toen had ik teruggekomen en had ik die tweede kindje uitgehaald. En dan had ik teruggekomen te helpen die man uit de auto te halen. De slachtoffers zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, maar maken het naar omstandigheden goed. Het beste nieuws dat de redders hadden kunnen krijgen, al heeft het wel indruk gemaakt. No ja jeszcze wczoraj przejechałem tamto miejsce wieczorem zobaczyć, bo nie dawało mi to spokoju też. Ale teraz już jest okej. Vinden jullie nou dat jullie helden zijn? Człowiek wtedy nie myśli, co robi po prostu. To normalny odruch człowieka po prostu. Byle pomóc tylko jak najszybciej i udzielić pomocy. Padło tylko w samochodzie, jak żeśmy to zobaczyli. Topi się człowiek. I tyle. Człowiek nic nie myślał wtedy, od razu bezmyślnie wyskoczył, żeby pomóc jak najszybciej. Nie, tak należało postąpić, tak? Człowiek był w niebezpieczeństwie, trzeba pomóc. Nie, to was, mowa o bohaterstwie.